Welkom bij de Aionics Podcast, een podcast over software ontwikkelen, werkvormen en nog veel meer interessante dingen. Vandaag aangeschoven een nieuwe gast volgens mij, Rutger van Velzen. Correct, nieuw in de podcast, niet nieuw bij Aionics. Niet nieuw bij Aionics, zeker niet. Hoe lang ben je nou al bij ons? Het is mijn 5e jaar. Oh ja, kijk. Nog eventjes en ik heb mijn pin, denk ik. Ja, van de oude garde. Yep. En vandaag is eentje uit de categorie andere interessante dingen, want... Jij bent softwareontwikkelaar, maar je hebt ook een hele interessante hobby waar je gepassioneerd mee bezig bent. Ja, zeker. En heel veel mensen, ik wist al wel wat het was voordat ik je leerde kennen, maar veel mensen als je zegt LARPen, dan weten ze al gelijk niet wat het woord überhaupt betekent. Klopt. Dus misschien moeten we daar even mee beginnen. Hey, LARP staat inderdaad voor Live Action Roleplaying. Uh-huh. En ja, zoals de naam het al een beetje verraadt. Is het hoofdelement is roleplaying. Dus denk aan Dungeons and Dragons, zulke soortachtige dingen. Alleen in dit geval is het live action. Dus het is jij als persoon op een veld tussen andere mensen. En ja, in plaats van jij als persoon achter een karakter om een tafel heen. Dus eigenlijk, misschien voor de beeldvorming van mensen. Ja. Ik heb er ook wel eens video's van gezien. Je moet je een beetje voorstellen, je gaat met een hele grote groep. Kom je samen, toch? Of ja. Een kleine groep? Dat weet ik eigenlijk niet. Het verschilt. Verschilt per vereniging. Je hebt grote verenigingen, kleine verenigingen. Ikzelf zit ik bij een grote. Vortex Adventures heet het. En die zitten volgens mij, de laatste telling die ik ooit heb gehoord, was iets van 500 man. Zo. En dat is ongeveer van mij wat je kan verwachten bij een evenement dan. Komen er ook echt 500 man? Makkelijk, ja. Dus, oh, wow. Kan makkelijk iets van 500 man op zo'n veld. Dat is echt groot evenemententerrein dat er dan afgehuurd is. En ja, daar kan je dan als bijvoorbeeld speler heen. Je hebt meerdere rollen die je kan aannemen daar, maar je kan als speler erheen gaan. Dan loop je over het veld met andere mensen. Je bent vaak in kostuum of in harnas of andere kledij die jij bij je karakter vindt passen. Meestal in een soort fantasy setting, toch? Of? Ja, ja. Vortex Adventures is echt high fantasy. Dus dan moet je denken aan een beetje de settings als Dungeons and Dragons en Warhammer Fantasy. Dat is een beetje de lore waar heel veel vanaf gebaseerd wordt. Je kan ook je eigen lore meebrengen. Dus dan hebben we het over draken, elfen. Draken, elfen, yep. Dat soort dingen. Alles, magie en dat soort dingen kan allemaal. Zwaarden kan, geen probleem. Alleen geen elektriciteit en geen buskruid. Oké. Oh, ook geen buskruid. Ja, ja. Dat is inderdaad wel een ding dan. Ja. Klopt, dat scheelt natuurlijk wel. Dus er zijn ook andere verenigingen. Je hebt ook verenigingen met meer moderne dingen. Dat je met bijvoorbeeld Nerf Guns rondloopt. Die dan helemaal paintjobs hebben gehad. Okay. En dan tegenover zombies bijvoorbeeld heb je ook. Je hebt ook meer een Harry Potter thema bijvoorbeeld. Dat mensen echt in een kasteel zitten. Ja, en bij mij is het gewoon in vol high fantasy op een veld. En de vereniging is zeg maar de... Is het dan gebruikelijk dat je zeg maar bij één vereniging hoort? Of zijn er ook, kan je ook meedoen aan verschillende? Ja, je kan meedoen aan verschillende. Er zijn, ik denk dat de meesten dat nog wel eigenlijk doen. De meeste mensen echt die de meeste lol eruit halen, om zo te zeggen. Die zitten of bij meerdere verenigingen. Soms hebben ze ook een karakter die ze spelen bij de ene vereniging en bij een andere vereniging. Ah. Ook al zijn de regels wel wat anders hier en daar. Dus daar zit wel verschil tussen, zeker. En je speelt een karakter, dat is een beetje het hele idee, toch? Ja. Live action roleplay, dus je kruipt in de huid van een karakter. Klopt. En speel jij meestal hetzelfde karakter? Of altijd of verschilt het? Verschilt, soms ook om praktische redenen. Toen ik begon, toen speelde ik een plaataap. Ofwel een ridder in harnas. Oh ja. Dus, de context is dat je voornamelijk al je... Ik kom er straks op terug, maar al je karakterpunten gooien in harnassen en zwaardvechten en dergelijke. Zodat je daar zo sterk mogelijk gepanzerd bent, zo veel mogelijk klappen kan hebben. En dan ga je gewoon als ongelijk productiel ga je door een veldslag heen. Een brute kracht. Ja. Maar het is dus ook echt zo dat je, net als bij Dungeons and Dragons, je karakter helemaal, dat de stads helemaal zijn uitgewerkt, zeg maar. Ja, dat verschilt ook per vereniging. Zoals ik het ben gewend, start je met een aantal punten. En dan kan je kiezen van, hey, ik wil bijvoorbeeld een harnas kunnen dragen. Om een harnas te kunnen dragen moet je eerst light harnas kunnen dragen. Dan heavy harnas of medium. En dan kan je zo opstekken tot je echt je hele harnas kan dragen. Dan moet je weer iets hebben bijvoorbeeld om een schild te kunnen dragen. Als je two-handed sword wil hebben of iets andere tweehandige wapens. Dan moet je daar ook vaak weer wat extra punten in stoppen. Maar zo wordt dus ook uitgebalanceerd dat je niet allemaal supersterke karakters krijgt. Klopt. Maar
Hoe werkt dat dan op het moment dat het rollenspel loopt? Want je gaat niet met dobbelstenen... Ja, of misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, klopt. Even kijken, bij Vortex is het zo dat je hebt standaard... Als je niks hebt op je karakterkaartje, heb je 1 hitpoint per locatie. En dan wordt dan gezien als je been links en rechts hebben allebei 1 hitpoint. Je torso heeft 1 hitpoint. En je arm links en rechts hebben 1 hitpoint. Dus dat is je health, ja, dat is je health, zeg maar. Ja. Als je 1 zwaardklap op je arm krijgt, dan ben je 1 hitpoint kwijt. Okay, ja, okay. Dat is de basis. Heb jij, je kan extra punten in leven zetten. Dat je bijvoorbeeld 2 hitpoints per locatie hebt. Dat kan je best wel hoog opstekken. Maar in het begin is meestal, als je net begint en je hebt er 2 of 3, dan is het al best wel veel. Dan heb je harnas. Harnas geeft ook weer 1 per locatie voor light. Dus als je een stuk een leren harnas hebt, is het 1 bovenop. Ah. Heb jij een chainmail, dan heb je 2 punten. Heb je er nog staal overheen, 3 punten. En zo kan je opstekken. En wanneer je torso op 0 is, dan lig je dood. Dan ben je niet dood, zoals dat soms wel eens genoemd wordt. Dus je bent een timer loopt als het ware, die moet je een beetje zelf bijhouden. En als je binnen een aantal minuten niet geholpen wordt door een genezer of iemand anders, dan ben je echt dood. Dan ben je uit het spel of uit de ronde. En ja. Het gaat dus op basis van vertrouwen eigenlijk, als ik het zo goed begrijp. Of sportiviteit, of hoe je het wil noemen. Ja. Het is uiteindelijk, naast dat het gewoon roleplaying is, is het ook natuurlijk improvisatietheater eigenlijk. Ja. Je speelt echt iets uit. Je kan het heel serieus nemen hebben van, oh, ik heb 1 hitpoint hier en ik heb 1 hitpoint daar. En technisch gezien ben ik niet dood. Of technisch gezien ben ik net wel dood, net niet. Dan kan je natuurlijk een beetje mee spelen van, oh, hey, ik moet 2 minuten dood liggen, maar ik maak er 3 van. Als jij het leuk vindt, prima, doe je ding. Er wordt niet heel... Het is niet de scheidsrechter die rondloopt en gaat zeggen van... Er zijn wel scheidsrechters die rondlopen, okay. Dus dat heb je wel. Daar kom ik ook nog op terug. Maar nee, er wordt niet heel streng op gelet. Er wordt voornamelijk gelet of je het zelf leuk houdt. Als jij eigenlijk al dood hoort te zijn en je blijft gewoon doorvechten, dan hebben mensen om je heen hebben wel eens van, hey, wat ben jij nou aan het doen? Weet je, dat speel van leuk. Gewoon even liggen. Want iedereen weet dat jij geen 20 klappen kan hebben. Dus dat is ook gewoon een beetje in de cultuur van het LARPen, dat mensen elkaar gewoon... dat iedereen gewoon redelijk doet. Anders gaat de lol er natuurlijk ook vanaf als mensen niet zich aan de regels houden. En ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen die ook echt gewoon op een veld staan te vechten. En die hebben allemaal buffs gekregen van andere spelkasters en genezers en dergelijke. Die hebben daadwerkelijk gewoon over de 50 health points gekregen. En dan komt ook de spelleiding even kijken om te controleren. Je pakt wel heel veel klappen, klopt dat? Dus dan bleek het gewoon soms wel echt terecht. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want gaat dat dan allemaal... Want dat wat je net uitlegde, dat snapte ik nog wel gewoon van die basis van die hitpoints. Maar wat je nu zegt van, stel, de magier gaat allemaal dingen met me doen. Moet je dat dan allemaal in je hoofd soort van gaan bijhouden? Of hoe? Ongeveer. Je moet niet... Kijk, als je de regels niet kent, als je net nieuw bent bijvoorbeeld, en je begint en je kent niet alle magische spreuken uit je hoofd. Iedereen die een spel gooit op jou, die weet wat zijn eigen spreuk doet. Ja, dus en die kan dat dan tegen jou zeggen, zeg maar, van ik doe nu dit bij jou of wat dan ook. Precies. Dus dat kun je altijd wel even uitleggen. En vaak zie je dat wel in iemands blik, als iemand verbaasd staat te kijken omdat jij iets aan het roepen bent. Dan roep je vaak wel eventjes achteraan van zoveel schade op die locatie. Of als het echt helemaal beginners zijn en je gooit echt de meest inbare dingen eroverheen, dan kan je gewoon zeggen van, ga maar liggen. Dan zijn ze dood. En brengt me inderdaad ook even mijn vraag. Hoe begin je hiermee? Of hoe ben jij hiermee begonnen? Laten we daarop houden voor nu. Dat is een goeie. Ik had altijd wel interesse erin. Ik had nooit de stap durven maken eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Het is toch wel iets waar je een beetje een drempel... Klopt. De drempel is... je weet niet waar je instapt. Je weet niet wat je moet verwachten. Je kent niemand. Dus dat is allemaal nieuw. Dat is het lastige. Ik had zelf ook altijd wel interesse. Ik hield sowieso heel erg van fantasy. Dat was echt heel erg mijn ding altijd al. Ik wilde het altijd wel proberen. Ik had er een beetje hier en daar van gehoord. Later had ik nog een tijdschrift die ik elke maand kocht. Dat was toen Trading Card Magazine. Dat was een keer ook een artikel over LARPing. Dat was wel Amerikaans vertaald. Amerikaans LARP is wat anders dan Europees. Maar toen dacht ik van, dat wil ik wel echt heel graag. Eventjes daarna, toen zat ik op school in Utrecht. En in Utrecht zat toen een winkel, toen de L Fantasy Shop. Er was een winkel en die had dus onder andere LARP spullen daarin. En de hele atmosfeer in die winkel was gaaf. Een mooie houten vloer dat kraakt.
flessen mede die er echt uitzien alsof ze uit Harry Potter films kunnen komen en zo. En echt boeken, Dungeons and Dragons spullen, al dat soort dingen. Maar ook echt kostuums en zwaarden en allemaal van dat soort dingen. Dus als, ja, als jonge Rutger daar in die winkel keek ik echt mijn ogen uit. En ik wilde na school ging ik gewoon vaak daar langs om gewoon alleen maar rond te kijken. En even alles, de hele atmosfeer op me te nemen. Even kijken. In die, ongeveer in dezelfde periode was dan ook, hadden ze ook een fair. De Elf Fantasy Fair. Toen die tijd nog niet zo groot. Ben ik ook wel eens geweest. In Alphen aan den Rijn. Ja, ja, onder andere Alphen aan den Rijn tegenwoordig. Ook in Haar Zuiden. Stemt dit keer 2 keer per jaar tegenwoordig. En onder andere tegenwoordig zijn ze nu onder de naam 11 jaar verder gegaan volgens mij. De winkels zijn ook niet meer fysiek. Dus dat is wel jammer. Maar de fairs zijn nog steeds geweldig. Dat is een leuk voorproefje. Daar hadden ze destijds ook echt veldslagen van LARP. En je hebt ook heel veel LARP-stands daar zitten waar je echt je beginnende spullen zou kunnen halen. Dus dat was mijn eerste aanraking ermee. En nog steeds was ik toen nog niet begonnen met LARP zelf. Dat was echt toen ik op school had ik een klasgenoot. Die deed zelf wel een LARP. En die had eigenlijk gewoon niet gevraagd van of ik meeging of dat soort dingen. Die had gewoon van, hey, jij gaat gewoon mee, klaar. En zodoende was ik eigenlijk voor het eerst heen gegaan. En dan begin je met een paar kleine spulletjes die je van iemand krijgt of leent? Of, Ja, in mijn geval had ik natuurlijk al een beetje een kleine voorliefde vooraf. Dus ik had al hier en daar wel dingen verzameld. Okay. Ik had ook al echt... Want verkleden is wel, moet je het zeggen, verplicht of... Valt mee. Het is niet echt verplicht. Het wordt niet heel... Meestal heb je zelf meer het ongemakkelijk gevoel dan dat andere mensen om je heen dat hebben. Als je in een blauwe spijkerbroek aankomt lopen, wordt niet heel erg gewaardeerd. Als je toch een spijkerbroek gaat doen, dan een zwarte spijkerbroek of zo. Een beetje zwarte stelpjes schoenen. Ja, okay, ja, precies. Of bruine leren wandelschoenen of zo is prima. Zodat het een beetje neutraal en in de setting past. Dus dat is prima. Kom je dan gewoon aan in zwarte spijkerbroek en een zwart t-shirtje of zo. Niemand die daar druk om maakt. Okay. Je zou waarschijnlijk mensen krijgen die wel wat spullen over hebben. En voor jou wat dingen aanbieden of zo. Als je betrouwbaar overkomt. Ja. En soms krijg je dan bijvoorbeeld een bepaald hesje die je eroverheen kan dragen. Waardoor het lijkt alsof je een beetje meer in die setting zit. Ja, dus het verkleden is ook iets waar de ene deelnemer zeg maar meer helemaal in opgaat of zo. Want het lijkt me ook bijvoorbeeld heel kostbaar. Dus daar moet je ook wel het geld voor hebben. Ja, je kan er veel in gooien. Ja. Dus, er zijn ook mensen die natuurlijk heel veel zelf maken. Het kan soms ook intimiderend zijn om daar rond te lopen. Want sommige mensen hebben echt hele mooie kostuums. Moet je ook wel een beetje in gedachten houden. Sommige van die mensen die zijn ook vrijwilliger, reenactments en zo. Bijvoorbeeld die bij kastelen op open dagen het nobelvolk spelen of de arme boer spelen en dat soort dingen. Dus die hebben vaak wel al spullen jarenlang. Ja, dat zijn meer bijna soort van professionals niet en dat ze er geld mee verdienen, maar dat ze ook op andere manieren... Klopt, ja, die doen er heel veel mee en die hebben zelf een hele voorraad aan patronen liggen. En die maken zelf hun eigen kostuums en dergelijke. En het kan intimiderend voelen. Je kan ook gewoon die mensen even aanspreken. Vaak hebben ze ook nog een hele voorraad aan dingen die je over kan nemen. Of de advies die je kan krijgen hoe je het zelf kan maken. Ja, precies. Want het klinkt als iets waarbij als je zoiets gaat doen... Dat doe je niet even op een dinsdagavond, zo'n rollenspel. Dat is meer, denk ik, iets in het weekend of zelfs meerdere dagen? Of hoe werkt dat? Even kijken. Bij de vereniging waar ik bij zit, die hebben 3 grote evenementen. Per jaar? Per jaar. Eentje voor de winter, eentje na de winter en eentje in de zomer. Oh ja. En de kleine voor en na de winter, dat zijn wat kleinere evenementen. Die zijn inderdaad een lang weekend. Het begint van vrijdagmiddag tot zondag. Je kan er zonder... Dan kamperen mensen daar ook. Ja, je hebt er echt een kampeerterrein bij zitten. En dan kun je gewoon je tentje neerzetten. En dan kun je geen extra kosten van ook. Dan kun je daar verblijven. Als jij een middeleeuwse tent hebt, dan kan je op het evenemententerrein verblijven. Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, maar dus, loopt het verhaal dan ook door in de nacht? Dat verschilt. Dat niet altijd. Officieel is het, voor mij na 1 uur of 10 of zo, is het tijd uit, zoals dat noemen. Dus dan is het officieel geen speeltijd meer. De meeste mensen gaan dan wel door. Dat is wel wat lastig en je moet een beetje aftasten. Soms heb je een groep mensen om de kampvuur heen zitten.
En de een is nog in karakter en is nog druk aan het handelen met zijn buurman. En de ander die is al over zijn werk aan het vertellen of zo, met een biertje erbij. Ja, precies. Dus dat, daar moet je wel een beetje in de gaten houden. En wie is het dan net als bij Dungeons & Dragons dat je... er moet ook een soort dungeon master zijn. Of ja, waarschijnlijk wel meer dan één. Als ik het zo hoor. Als het een evenement van 500 man is. Dat iemand bedenkt een soort framework waarin dat allemaal plaatsvindt, toch? De plek of zo en de setting. En, ja, er is echt een hele groep aan spelleiding inderdaad. Je hebt dan spelleiding op factieniveau en op evenementniveau. En je hebt dan die bedenken echt gewoon in, voor elk evenement bedenken ze echt een plot uit. Grote dus plot, krijg klein je plot. Vooraf, zeg maar, zodat je als karakter ook kan kijken waar je... Ja, als je binnenkomt... er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben nog. Ja. Maar je kan sowieso, je kan als speler komen. Dus dan heb je echt een karakterkaartje met al je punten die je kan besteden. Dan kan je zeggen van ik word magier, ik word ritualist, ik word drankjesbrouwer, smid, geleerde of wat dan ook, zwaardvechter, dat soort dingen helemaal kiezen. En al je punten in stoppen. Je kan ook zeggen van hey, ik heb daar, ik wil wat meer rustig aan doen. Ik heb niet zo zin om dat hele spel eromheen te doen. Ik wil af en toe actie hebben en dan weer niet. Okay. Dan kan je bijvoorbeeld ook aanmelden als monster. En dan is er een hele tent met allemaal monsters. Allemaal monsterspelers, zoals ze dat dan ook noemen. Er zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik die erheen kunnen gaan. En is vaak wel goedkoper. Dus als je het als financieel ook een ding is, kan je als monster gaan, is ook wat goedkoper. Dan heb je ook kostuums vanuit de tent. Dan word je soms helemaal gesminkt en opgemaakt. Tot gave zombies bijvoorbeeld. Of een of andere verre reiziger uit het Verre Oosten. En dan is het idee dat je natuurlijk relatief snel verslagen wordt eigenlijk. En dan weer... En dan ga je weer opnieuw de machine in. En dan kom je weer een nieuwe spawn je dan. En dan ga je weer op die andere mensen mappen. Want er zijn dan, dus, ligt natuurlijk aan het verhaal, maar er zijn dan zowel dat soort te zaakjes vijanden als dat de verschillende facties ook tegen elkaar weer... vechten of iets moeten bereiken of wat dan ook. Ja. Dus een paar jaar terug was er nog een grote lich. Een undead necromancer die de hele wereld wilde bevriezen als het ware. Die wilde de tijd stopzetten. En er was dus over het hele terrein heen aan een bepaalde momenten, vooral in de avond vinden ze het leuk. Als het donker wordt, dan spelen ze... Ze hebben allemaal speakers ook dingen verstopt. Ze spelen echt epische muziek af over het hele veld heen. En dan komen uit de bosjes komen allemaal zombies tevoorschijn. Oh my God. In grote groepen. En soms ook echt op stealthy. Gewoon als jij denkt gewoon rustig op een bankje te zitten bij een kampvuur, dan sneaken ze in één keer naar achter je of zo. En dan breekt de chaos los. En dan heb je allemaal gildes ook. Dan heb je ook een vechtersgilde. Die proberen echt de mensen daar te verdedigen. En soms zijn die ook gewoon hartstikke te laat. En dan is iedereen helemaal verspreid van het gilde over het hele veld heen. En die proberen allemaal bij elkaar te verzamelen om een grote schildlinie die op te zetten. Met boogschutters erachter en magiërs erachter. En soms lukt dat en soms totaal niet. Want soms zijn al de zombies overal. En dan kan je gewoon niet bij elkaar komen. En als je dus dan als speler, als karakter echt helemaal dood bent. Dan is er dan op een gegeven moment ook zo'n soort van systeem dat je er weer opnieuw in komt, zeg maar. Dus helemaal doodgaan is best lastig. Zoals ik zei, je moet een paar minuten dood liggen voordat je echt dood bent. Dus dan komt daar meestal wel iemand die er zijn best wel veel genezers. Je hebt mensen die magisch genezen. Bijvoorbeeld heel veel mensen die priesters spelen van een bepaalde god. Die ze dan daar weer vertegenwoordigen. Ja, ja, ja. En die hebben vaak wel geneeskrachten. Je hebt mensen met hele tassen vol met verbandjes. Die kunnen ook wel simpele dingen genezen. Dus dat is ook geen probleem. Dus dat soort... Hoe eindigt het dan, zeg maar? Hoe het eindigt? Het is gewoon... In praktische zin is er gewoon een bepaald aantal dagen dat het duurt. Ja, maar hoe werkt dat? Dus zoals ik zeg, bijvoorbeeld met een paar jaar terug... Dus die lich, een grote undead necromancer... Die we dan moesten verslaan. En je moet eigenlijk gewoon deels puzzels oplossen om te kijken wat zijn zwakte is, hoe je kan verslaan. En door het bezig zijn met die puzzels kom je weer nieuwe dingen tegen. En je wordt ook heel erg beloond, want bijvoorbeeld er waren bijvoorbeeld magiërs van de factie water. Je hebt allemaal elementaire facties waar je bij aangesluit. En de magiërs van de factie water die kregen dan nieuwe krachten en die konden dan ijsmagie gebruiken. En soms is dat maar echt voor een kleine periode. En dan kun je het alleen dan leren en daarna nooit meer.
Dus als je aan dat soort dingen meedoet, echt actief aan die puzzels meedoet, dan kan je echt een hele leuke spel krijgen. Dan heb je spelleiding die erbij zit. Die zijn ook heel erg herkenbaar met bepaalde hashes. Die leggen uit wat bepaalde dingen doen. Of ja, als je iets hebt ontdekt van, hey, je krijgt nu komt met je kaartje, nou, dan krijg je nieuwe skills erbij bijvoorbeeld. Het kan echt van alles zijn. Dat soort dingen die hebben ze dan van tevoren echt uitbedacht en die kunnen dan worden dan langzaam uitgespeeld. Ja, dus zij weten eigenlijk van tevoren een beetje zo waar het hele verhaal over zo'n weekend doorheen gaat, als ja, het ware. Klopt. En zij zorgen dat het op een gegeven moment een soort van progressie in zit en dat het ook dus een soort van einde komt op een gegeven moment. Ja, en dan heb je dus dat. Je hebt het dan op wereldniveau, dus de hele vortex, zoals ze dat noemen, die wereld, die helpt samen om de wereld te redden. Want jij bent de held en je probeert de grote necromancer te verslaan. Je hebt het op factiekampniveau, je hebt voor elk element heb je zo'n factie. En dan heb je bijvoorbeeld factiewater, zoals ik al zei, vuur, aarde, metaal, lucht, ent. Dat soort facties heb je dan, moet je dus ook wel bij een van die zitten. Dat is een soort van kleine soft regel waar je naartoe probeert te sturen. Daarbinnen heb je ook weer eigen problemen die opspelen, eigen puzzels die je kan oplossen. Ja, dus zo heb je op kleiner niveau en groter niveau steeds maar steeds doelen waar je naartoe kan werken. En het klinkt echt super fascinerend, maar ook wel hoe zal ik het zeggen? Intimiderend in de zin van, het klinkt ook weer best wel toch wel complex en zo. Dus is er nog een soort van stel, ik wil het een keer proberen. Is er nog een soort beginnersversie? Of zijn er speciale events voor beginners? Of zeg je gewoon, nee, ja, je moet gewoon met iemand meegaan die al wat ervaring heeft en het op die manier leren kennen? Hoe, als iemand denkt van, ik zou dit best wel eens willen, maar ik vind het wel een grote stap. Ja, als je erheen gaat en je bent er voor het eerst, dan kun je dat gewoon aangeven. En ze hebben inderdaad een soort van beginnersklasje. Dan ga jij met andere beginners, word jij apart genomen en begin je ook wat eerder dan de rest. Of je begint op een andere route. Vaak als het normaal begint, dan is dus een grote veldslag op een grote veld. De beginners zitten dan lekker ergens anders in een kleinere gemeenschap. Dan zijn ze daar bezig en dan hebben ze inderdaad daar bepaalde kleine dingen, puzzels die ze moeten oplossen om een beetje gevoel erbij te krijgen. Dan kom je vaak al in aanraking met monsterspelers ook en die hebben ook hele gave kostuums dan. Dus vaak zitten de mooiste kostuums ook al daar al bij het begin al. Kan je gelijk al een beetje kennis maken met facties en zo. Dat wordt wel allemaal uitgelegd. Dus bij ieder evenement is er eigenlijk altijd een beginnersgroep. Ja. Om het zo maar te zeggen. En ja, als je het is een beetje van beste voor jezelf om te weten is van, hey, wil ik daar met een zwaard gaan rondlopen en mensen gaan mappen? Dan moet je gewoon even kijken waar je dat dan moet aanmelden om daar bij een knokploeg te gaan. En dan heb je wel echt een zwaard van jezelf nodig. Dus dat zijn wel dingen die je dan zelf moet aanschaffen. Ja, dat zou je misschien voor de eerste keer gewoon niet doen, toch? Dan kan je gewoon een andere. Ja, als je echt heel low-key erin wil gaan en wil proberen, kan je best voor iets van magier gaan. Vaak heb je dan gewoon een klein lijstje van spreuken die je leert. En dat zijn gewoon echt hele simpele dingen. Als jij een vuurbal wil gooien, dan roep je Fireball door torso. En dan gooi je op iemands torso gooi je een vuurbal en is het één magische schade. En deze hele experience. Ja, er komen nogal wat verhalen die worden gecreëerd, letterlijk en figuurlijk. Oh, ja, ja. En is dat zeg maar dan ook uiteindelijk de voldoening? Of is het ook gewoon van, ja, je leert al die mensen kennen en je maakt ook allemaal vrienden? Of ja, wat is dan een beetje de... Dat is heel veel eigenlijk. Soms is het ook gewoon, kijk, in mijn dagelijks leven ben ik programmeur en ik werk samen met het team. Dat is allemaal hartstikke leuk. En daar kan ik gewoon ene keer bedenken van, nou, ik ben een diplomaat bijvoorbeeld en... Ik ga gewoon gesprekken met mensen aan die conflict zoeken bijvoorbeeld. En ik loop gewoon vol voor een groep mensen met getrokken zwaard loop ik gewoon uit. En ik ga gewoon een gesprek aan en kijken hoe het gaat. Je kan proberen te kijken of je mensen kan manipuleren. Kijken of je iets kan sturen om iets te doen. Of gewoon doen alsof jij van een gilde bent. Van, hey, kom mee, we moeten daar vechten. Terwijl je helemaal niet ervan bent. En dan neem je gewoon een groep van 5 man mee of zo. Dan heb je gewoon andere mensen in elkaar. Zonder dat ze überhaupt weten wat ze doen. Dat soort dingen. Je kan heel veel kanten op. Je kan, dus het is echt het spelen van die rol waar je echt voldoening uit haalt. Je kan de held zijn. Je kan de bad guy zijn. Je kan dingen, communicatieskills proberen die je in het dagelijks leven niet snel zou durven. Nee, precies. Dat soort dingen kun je allemaal proberen. Het is ook een soort...
laboratorium voor hoe je jezelf kan gedragen of zo. En op andere manieren zelfexpressie kan doen. Ja, ik ben ook soms echt andermans kamp binnengelopen en kijken hoe ver ik kom. Ja, precies. Zulke soort dingen. Daar kan je soms echt heel leuk gesprek of hele leuke avontuur uit krijgen. En is er is dat dan de community is, zeg maar, de events? Of zijn er dan daarbuiten nog samenkomst? Of is het dan meer dat je online contact houdt? Of, Ja, je hebt precies alles. je hebt soms ook dat mensen nog een klein evenement zelf organiseren. Want bijvoorbeeld al die kleding en allemaal dat soort dingen, dat doen mensen in principe allemaal zelf. Of zijn daar ook een soort gemeenschappelijke dingen voor? Ja, je hebt ook wel groepjes die zelf bijvoorbeeld samenkomen buiten evenementen om en zelf dingen samen maken bijvoorbeeld. Omdat ze bijvoorbeeld allemaal met dezelfde hesjes willen rondlopen of dezelfde vlag. Ik heb zelf ook een heel mooi groot schild. Die heb ik laten maken door iemand die ik vandaar ken. Die heeft een groep van kruistochtridders. Die samen met z'n allemaal heilige dingen doen. In de naam van de heilige goden allemaal goblins in elkaar mappen. En die wil bijvoorbeeld ook hele mooie schilden. Ik heb ook voor spotprijs eigenlijk al door iemand zo'n hele mooie schild zelf ook laten maken. Dus er zitten ook natuurlijk allemaal hele creatieve mensen bij die dan weer zeker. Of met kleding bezig zijn. Of, dus ook echt mensen die zelf dingen smeden en dat soort ook, dingen. Ook wel, ja. Nou, dat was dan wel een houtschild, maar dat was echt helemaal krom gebogen en zo. En stalen schild is natuurlijk veel te zwaar in het echt. Ja. Om te dragen. En de wapens moeten ook allemaal veilig zijn. Oh, en een schild kan je ook best wel hard mee mappen per ongeluk. Ja, dus die heeft er ook echt een rubberen rand eromheen. Oké. Maar ja. En wordt dit ook opgenomen? Want ik heb er nu helemaal een beeld bij in mijn hoofd. Er zijn altijd wel wat fotoalbums op de Facebookpagina's te vinden. Okay. Maar foto's en video, dat doet het echt geen eer aan, moet ik zeggen. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Want in mijn hoofd komt er nu zo'n heel beeld bij. Maar het blijft ook een rollenspel. Dus je moet ook in je hoofd deels het natuurlijk invullen. Ja, en het is, wat ik ook zeg, het is heel erg de atmosfeer. Als jij daar 's avonds laat staat en het begint donker te worden. Je hebt een beetje, je zit altijd op het grasveld, maar dan is het een beetje een mooie mistlaag over de grond heen of zo. Ja. En aan de ene kant heb je het koud, want je staat al een hele dag op het veld in een staalharnas en alles is koud. Het regent een beetje bijvoorbeeld. En op dat moment begint epische muziek te spelen. Ze hebben een soort van pentagon hebben staan, 5 grote pilaren. Een beetje als een soort van Stonehenge idee. Die zijn ook echt kolossaal groot als je ernaast staat. Daar heb je ook stoommachines in zitten en spotlampen en alles. En als dan allemaal extra mist eruit komt uit die pilaren en muziek er dus doorheen, zoals ik al zei. En rood licht bijvoorbeeld. En je hoort in de verte, hoor je bijvoorbeeld de monsterspelers, hoor je wel bepaalde oorlogskreten roepen en gillen en doen. En je weet niet waar ze zijn, je bent omsingeld voor je gevoel. Dat is een gevoel die je niet kan vastleggen op foto of film. Dat moet je echt instaan. En dan maak je dat mee. En je mapt monsters in elkaar. Of je wordt keihard in elkaar gemapt. Soms weet je niet of de speler is of monster. En dan zit je echt in het donker te kijken van friend or foe. Dat soort momenten heb je dan. En uiteindelijk aan het eind kom je dan een beetje toch bij elkaar opwarmen om het kampvuur. Drankje erbij. En dan hoor je de gekke verhalen van die jij hebt gehad. En van andere mensen. En die worden allemaal rondgedeeld. Klinkt als een fantastisch avontuur. Dat is, Dank dat je ons mee wilde nemen in de wondere wereld van het LARPen. Geen probleem. Zo te horen, misschien kunnen we er nog eens over doorpraten, want je kan er heel veel over vertellen. Het is een grote rabbit hole. Je kan heel makkelijk beginnen, maar je kan heel diep ingaan. Dankjewel voor het inkijkje. Geen probleem. En heel veel plezier op je volgende evenement. Gaan we doen. Dag Rutger. Hoi.